vertellen wat bij dit liedje hoort? Wacht even. Sven Nijs. Hij kwam als een duveltje uit een doosje van achter de zaal. Kwam hij tevoorschijn. En ja, hij kwam met de poster die wij eigenlijk pas over 2 dagen bekend zouden maken. Kwam hij dus nu al op de proppen. En ja, toen was het Ouden en die Op. Leef nu, het kan, praat met Jan en Alleman. En daar is het idee uit ontstaan. En Jan en Alleman, dat typeert ook de avond. Want dat zijn natuurlijk allemaal vrienden. Collega-artiesten die ik heb uitgenodigd. Dus het is niet alleen Jan. In een zaal zoals het Sportpaleis, die warmte die je daar gaat voelen als daar het publiek en de lichten en de hele band, dat gaat fantastisch zijn. Dus ik ben er 100% van overtuigd dat dat een geslaagde avond wordt. Ik word altijd met open armen ontvangen. Het is altijd feest. En ik wil daarom dit feest ook heel groot vieren met z'n allen. En dat doen we lekker op 10 maart in het Sportpaleis.